Hallo mensen van Tim, welkom bij deze nieuwe video van Terra Restore. Ik ben Tim en dat is Kees. Hallo. En wij gaan vandaag de waterdungeon doen. Waarin we de lime green wool krijgen. Maar wat we daarvoor gaan doen, we gaan eerst eventjes wat dingen unlocken in de base. We gaan Iron Armor of Forceful Wolf gaan we unlocken. En wat ik zelf eventjes nog even wil doen, is eventjes bij de tree farm wil gaan kijken. Want we hebben een paar dagen geleden hebben we de tree farm geplant. En ze zijn al een beetje gegroeid. Ze zijn allemaal gegroeid. Ja, behalve dark, of behalve de spruce. Fuck spruce. Maar oké, nou dat is er. En wij, want Kees heeft nog de bloemstand. De bloemstand. Om de, in ieder geval hopelijk was dat het. Ja, en ik heb ik ben nog eigenlijk vergeten wat we ook weer nodig hadden. Niks, alleen brewing stand. Even kijken, de base. Ja. Ah, morgen. Potions. Tier 1 potions. Kost 1 brewing stand. Kees? Oh, je stond net bij mijn blok. Ik ben het blok, motherfucker. Oké, wat hebben we hier nodig? 15. Of 4 essence. Ik heb nog geen 15 van elke essence. Alleen van Essence of Sunshine. En Essence of Cold. Laten we kijken. Okay, ik wil weten wat het is. Oh ja, is goed. Of wil je nog... laten we eerst even naar die recipes gaan. Ja, even kijken. De recipes. Oh, Morok. Want wij hebben... Forceful... Hier, direct de eerste. Forceful Armor. Daar gaat hij. Hey! Oké, even kijken hoor. Ja, jij ziet het. Want... Ming mag zijn helft, maar plus 15. Oh nee, 5. Heerlijk. Laat mij eens kijken, Kees. 5 attack damage. Tot 20, omdat je alles bij elkaar hebt. Dus eigenlijk krijg je min 4 max health. Maar je krijgt dan voor wel weer 20. Het was toch min 4%? Ja. Ja, procent. Dus krijgt, voor één handje. Je krijgt plus... plus dus 20% attack krijg je meer extra. Nou, dat is... Nice. Ja. Oké. Wij gaan nog eventjes wat upgraden bij de even kijken, base zelf. Dus even naar de upgrade zelf weer gaan. Oh. Dan wil ik naar food gaan, want ik wil nieuw food krijgen. En dat hebben we hier ook. 6 Essence of Sunshine of Water. Kees? Ja? We hebben er maar 2. Ja. Mogen we weer gaan teruggaan? Oh mijn god. Dit essence systeem is heel anders dan in... En ik ga naar de base. Oh. Waar is het? Oh. Oh. Hij is open. Oh mijn god. Oh, wat is dit? Oh, hè? Warp. Oh! Morok! Hè? Huh? Wat? Wat? Oh. Oh! Hey. Volgens mij kan je hier de... Potions, makkelijker maken. De potions krijgen volgens mij. Ja, dit zijn gewoon betere potions. Ja, zie hier free sample. Gym boost 2 is. Gym boost 2 voor 10 minuten. En speed. Oh. Ja, maar we hebben. Maar laat die free sample er even in zitten. Als een voorbeeld. Anders moeten we naar Pietje Precies en. Naar deze gozer? Ja. Laat eens kijken. Oh, op 10 minuten. Wat? Dus eigenlijk is dit gewoon van makkelijke poses maken. Maar en dan heb je er komt toch ook een sugarcane farm? Ja, die moet je juist unlocken en dit ook. Ja, eens. Hier. En dan hier, tier 3. Ik denk, Kees, dus na deze aflevering, dat wij eventjes heel wat essence gaan verzamelen. Ja. Want we hebben heel veel essence nodig om blijkbaar dus de base gewoon te gaan upgraden. Dus, maar... je ziet al ons met de Golden Apples eigenlijk al in... Onze klauwen. Oh shit, mijn energy is er nog. Oh, onze klauwen. Ik heb mijn energy is er nog vol, maar oké.
Ja, ik ga het na de opname eventjes even clearen. Maar je ziet al ons met golden apples. En wat ons arm een beetje beter. Ja, niet echt iets beter gemaakt. Maar mijn zwaard in ieder geval wel. Sharpness 4. Knockback 2. Hoe kom je aan sharpness 4? Ik had 3 sharpness 2. 4 sharpness 2 zwaarden. Maar mogelijk. Dus. En ik heb mijn boog weer wat beter gemaakt. Want wij moeten helaas. We moeten. Ja, een soort van dungeon. Kijk, ik kan het even onderweg even uitleggen. Kees, gaat je mee? Oh. Hoezo moet ik het uitleggen? Nee, ik zeg ga je mee. Oh. Dat is het enige wat ik zei. Ik hoorde dat. Wist je nog wat was die? We moeten naar de dorp. Nee, deze. Maar waarom dat deed je? Omdat hier die dungeon is die we moeten doen. Nou. Oh ja, maar moeten we niet eens het dorp bekijken? Nee. Ik bedoel, we hebben het dorp nog wel eens voor 25% gekeken. Omdat we daar pas eigenlijk later naartoe hoorden te gaan. Dus. Maar morgen. Ja, weet ik veel, maar oké. Ik wou shoppen. Nou, hier, deze gaan we doen. Ultra Hardcore Water Cave. En dat hebben we ook net gedaan met de Ultra, het UHC monument. Het heeft blijkbaar hiermee te maken. Dus 1 Terrarizor krijgen we, 1 Wool, 1 Recipe en Essence of Water. A cave with the water here and there throughout it. De Ultra Hardcore UHC serie on YouTube. Dus dit is volgens mij van de Mindcracker. Volgens mij, dat hij daar vanaf komt. Kees, ben je er klaar voor? Nee. Laten we het doen. Want ik word al vreselijk bezorgd, want als ik dan lees... Depends how good you are at not taking damage. En je fucking... Tap to inner sanctuary, man. Deze kant op. Kees, waar ben je? Oké. Okay. Vlak achter je. Welcome to the Ultra Hardcore Water Cave area. In this area, natural regeneration is turning off, meaning you can only restore health by using potions and gold apples. Please, apples, good luck. Try not to take too much damage and don't let us get the damage. Dus met de... Ook een gunpowder bewaren. Oh, Kees, pas op. Als ik jou hit... Wat dan... de hel gebeurt er? Twee kleine... Oké, de knockback op mijn zwaard die gaat nu echt heel kut worden. Alleen bij zombies wordt hij goed, alleen... Oh, is dat weed? Ja, neem mee Kees. Dat kunnen we ons echt nog goed gaan gebruiken zo meteen. Oh, nee! Ga dood, spin! Spin! Niet naar de enderman kijken, alsjeblieft. Want de sheets even terug, Kees, want dat kunnen we misschien nog... Ook al als ik klaar ben. Ja, we gaan. Oké. Okay. Oh, Jesus. Ja, oh ja, ik heb maar 1 ender chest. Ik dacht, nou, bespaart een beetje ruimte. Dat is waar. Nou, het maakt niet uit of je 2 of 1 ender... Oh, pas op, Kees. Hoezo? Het is een morok. Raad eens wat hij me geeft. Nou? Een sheet. Oh, nou. Gezellig. Oké, voor mij is op en hier jouw wiet. En dit. Oh, heerlijk. Het wordt weer dag, gelukkig. Oh, good lord. Kees? Ja? Volgens mij moet ik mijn sniper skills even uittesten. Alsjeblieft. Oh ja, oh mijn god, dat is heel awesome hoe hij dat heeft gedaan. En Een chest. Essence of water en een golden apple. Het is een land, Kees. Nou, dat water wat er rondom vliegt. Ja, ik weet niet hoe hij dat heeft gedaan. En maar... de bootjes. Volgens mij moeten we in de bootjes springen, denk ik zo. Oh, nee. Ik ga in een van die bootjes. Ja, ik of ook. Of ze dat leuk vinden of niet. Oh. Hebben ze. Oké, Kees, blijf even staan. Ik kom eraan. Oh, ik kan alleen maar zitten. Dit net spijt me. Oh. Oh, daar ben je. Hey, kom maar aan. Kom, Kees. Laten we gaan. 5. Ho-ho. Oh, wauw. Dit is heel awesome gedaan.
Oh, ik zie daar iets. Ik moet alleen even kijken hoe. Ik heb geen. Morok! Ik heb geen blok. Ren! Ik, ben weer... ik heb weer geen bloks meegenomen. Weer niet. Oké. Okay. Kees, ben jij er bovenop al? Of niet? Nee. Oh, ik ga er even naartoe. Ik heb een boot laten krijgen, dus ik heb tenminste een beetje een paar bouwblokken. Oh! Wauw, hier zitten bouwblokken. Glowstone, een stack oakwood en een stackstone. Wat? Nee, Kees, Kees, wacht even. Kom eens staan. Hi. Oh ja, joh. Wood, heb ik echt nooit genoeg van. Ensure that all of the cave is nice and bright will make it so no natural... Make Bunchman! Goed gedaan, Kees. Ik heb zoveel weed. Laat mij brood maken. Ik laat je brood maken, dus maar. Oh, wonderful. Kom op, let's go. Nog even wat troep erin. Want we kunnen trouwens heel goed gebruiken voor potions en zo, hè? Ja, sticks en die ook. Voor toortjes. Nou, ik hou die dan maar. En een boot. Nou, Tim, uitkijken hoor. Ik heb nog één hele boot hoor. Je moet echt uitkijken voor me hoor. Oh, ik ook hoor. Ik ook hoor. Rustig maar. Oh, je hebt een hele boot hoor. Ik heb een hele boot. Oh. Oké. Okay. Helpful hint. Even kijken. In order to dominate this area, you must use your senses to the fully set of your ability. Dus... Maar ik heb geen abilities. Laat staan, ik heb er een nul. Van de nul. Dus dat komt wel goed hoor. Oké, ik moet ook voor zorgen dat ik echt geen damage neem met gewoon van kleine randjes af springen, merk ik. Zet spawn point, misschien dat er van de. Oh, kut! Enderman! Oké, okay, heel goed alles gewoon verlicht, hè, Kees? Oh, oh, oh! Tim! Kees, ik moet mijn eerste golden apple zo meteen al gaan gebruiken. Ja, maar ja! Wie gaat er nou eens. Ik ga vechten, dat zie je toch? Oké, okay, we kunnen links of rechts. Wat? We kunnen links of rechts. We kunnen jouw kant op of mijn kant op. Gaan we jouw kant op. We kunnen toch ook gewoon rechtdoor? Ja, maar deze kant kunnen ook op. Misschien zitten hier nog wat... Even kijken, wat hebben we hier, wat kunnen we hier vinden eigenlijk? Ja hoor. 1 tether restore, 1 wool, 1 recipe, essence of water. Dus die recipe moeten we even zoeken. Ik heb essence of water. Oh, chill. En ik heb ook nog 31 feathers als je dat wilt. Ik neem mee. Ja, neem maar mee. Kees, kom even. Voor wat? Ja, misschien voor pijlen, extra pijlen te maken. Voor wat? We hebben Infinity! Ja, dat is waar. Maar ja, moet je zelf weten of je het mee, wel niet. Je moet het zelf weten. Ja, nu moet je zelf weten. Dat is echt nooit goed met jou. Nee, jij zegt het tegen mij en dan doe ik het en dan is het weer niet goed. Alleen je moet even mijn kant op komen, Kees, want hier is een beetje. Ik ga alleen eventjes alles rondom verlichten. Eerste taak die ik heb gekregen. Van wie? Van jou. Oh. Nee, dat was jouw ability dat zei. Nee. Ik heb geen ability. Oh. Borok. Hier zit iets. Oh. Moeten we die nog bekijken? Making wide turns will make a lot easier to see what is around the corner. Oh. Oh, op die manier. Ik weet wat hij bedoelt. Nee. Een grote eromheen gaan met een wijde. Oh, Kees. Zo. Oh, Tim! Jij wat heb je zelf... gedaan? Je gaat zelf naar Tim! Beneden. Jij gaat zelf naar beneden. Nee, ik wil daarboven blijven. Dit is ja, al langzame dood. Ik snijp ze al dood. Rustig maar. Morgen. Hoe komen we nu terug omhoog? Via de andere kant of via hierdo? Ik zie via daar de stuk... andere kant? Ja, een cave zie ik hierdo. Cave system. Hier, Kees. Hier is een cave system. Nog. Oh. Hallo, jongens. Maak deze spannen niet kapot. Zat er anders even een toortje omheen. Gewoon perfect. Oi.
oi. The fuck is er met je oi? Dit oi. Au! Jij aas! Ik ga nooit meer schieten. Ja, je schiet er. Oh. Kees, neem jij één golden apple? Neem ik die andere ook, hè? Ik neem de wood mee. Ik neem die mee. En ik neem de mok mee. Dat is goed. Is goed. Oh, what the fuck? Wat doe je? Ik plaats een string. Succes met je vriend. Wow. Oh, weg is daar, Kees. Pas op. Laat er naar mij toe. Oh, wauw. We hebben weer zo eentje. Wauw. Yes. Wat heb je gevonden? Sukit. De meaty beer. Oeh. We hebben voor mij een recipe gemist. Een recipe? Ja. Maar voor mij kwam de meaty beer op een andere... Ja, maar volgens mij kunnen... Wacht, geef eens, Kees. Wat voor item het is? Wat is het voor item? Het is een recipe. Oh, dan hebben wij... Alsjeblieft. Oh, die essence. Jij hebt de recipe nu. Ja. Dan hebben we... hoeven alleen nog de... Oh. Kom op. Ik ben het wat vergeten. Wat? Ik had nog een enchantment boek. Die had ik nog wel op moeten zetten. Mok. Je moet even een golden apple eten, hoor. Anders... Wacht even, hoor. Alsjeblieft. Oh. Oh, thanks. Ik krijg alleen maar die waterkessens, ik word er ziek van. Ja, we hebben ze wel nodig, Kees, dus dat is echt... Ik heb al 10 wateressens. Ja, zo doen we farmen mezelf eventjes. Ja, doe deze... Nou, ik heb een nieuwe bow. Welke? Nou, ja, gewoon met die flame on, flame en infinity power 2. Oh, dan heb je dezelfde, ongeveer dezelfde bow gezien. Ik had. Man, we zijn nog lang bezig volgens mij met deze dungeon. Het zou fijn zijn als ik weet waar je bent. Weg doorlopen, Kees. Ik voel me alleen. Achtergelaten. Morok. Ik moest het even doen, sorry Kees. Wow! Jezus! Hoe is het? Nee. We zijn weer één ding vergeten, Kees. Wat dan? Een bucket. Oh, de bucket. Oh ja, dat was waar ook geen damage. Helpful. Fijn dat dat in het midden van nowhere staat. Tuurlijk, de bucket water. Kees, waarom heb je dit bucket niet gemaakt? Wat een fucking veel iron. Waarom heb je me niet aan gedacht? Ja, ik kom er nu ook pas achter. Die bucket zou echt die... Oh, hier, oké, ik ben erbij. Wat? Kan ook zo. Hoeveel damage is dat? Gewoon een half van je. Ja. Oh ja, we regenen niks. Struggling a bit too. Keep an eye out for chests. They will useful contain gold apples. Apples and auto supplies to help you. Oké, nou. Welke van de zoveel gaten gaan we in? Laten we wel bij elkaar blijven als we uit de... Is dat de bedrock? Dat is bedrock. Waar? Wacht even, dat is een spanner. Volgens mij. Ik zie daar... Dat is bedrock. Bedrock? Ja. Oh nee, dat is een spanner. Maar Morok. Wat doet je nou? Hoi, weer een... Oh. Wat nou een lifted lake? Ik wou net zeggen, als je moeilijk gaat doen om te lopen, dan... Ik voel me niet veilig, Kees. Schiet jij eens even weg? Nee. Oh. Oh, uitkijken. Nou... Groepers. Oh ja, ik kan niet bij jou in de buurt schieten. Als je me schiet, dan schiet je me voor mijn haars.
Oh. Dus volgens mij willen ze dat we hier dit gewoon jump parcours doen. Gewoon YOLO jump parcours. Ja, maar kijk, ik ga kijk, even wat kijk, dit bedoelen. Maken. Als je touwtjes nodig hebt, moet je even vragen. Ja, ik moet even kijken, want ik moet even mijn hout even omzetten in planks. Ik heb ook nog stone. Daar komen ze vandaan. Ah shit! Kut. Ze komen namelijk van boven. Nee, serieus? Oké, dat is goed. Kijk jij dan? Ja, ik nou. Kees. Ja! Finally. Terra is doorgevonden. En. Kees, pas op achter ons. Oh, een bucket. Een bucket? Ook vol met water? Een bucket met milk. Oh. Waar in godsnaam heb je melk? Waar in godsnaam heb je nu de melk voor nodig? Nee, dat zit nu op. Oh. Nou, we hebben in ieder geval een waterbucket waarmee we gewoon tenminste ergens naartoe kunnen springen makkelijk. En ik heb de Terra restored, dus we hoeven alleen nog maar het wol te hebben. Wonderful. En de essence, nog twee. Dus. De recipe stop ik even in die ender. Ja, ik ook even. Door die Terra restored uitgevind. Oké, okay. Deze gaat even op, guys. Want we gaan weg hier. Ik no. Ben toch blij dat we deze kant op gingen, want anders hadden we geen Terra Restore gevonden. Wat nu? Ja, ik denk gewoon deze kant terug. Ja? Maar volgens mij, ik denk wanneer we een Terra Restore erin stoppen, Kees, wanneer iets terugkomt van het land. Ik denk dat dat misschien... Een Diamond Helmet! Ah, mok. Ik heb een Diamond Helmet. Ah, mok. Maar ik denk continu wanneer we een Terra Restore terugzetten in de wereld. Ik denk wanneer ja, maak je zin af. Vandaag ja. Nog. Ik denk wanneer we een Terra Restore terugzetten in de wereld. Dat dat ongeveer misschien een hint is tot de volgende dungeon. Ik haal de hinten niet uit een koelkast. Vertel. Haal jij de hint eruit? Uit een koelkast? Laat maar. Oh, een waterbucket. Accident. Oh. Ja. Essence pak ik wel. De stone ook. Ik krijg altijd die goede items. Dan kom ik eraan. En raad is. Precies daarom moet je. Fucking God, sorry. Precies daarom moet je gewoon wegwezen. Oh, komen we weer daaruit, denk ik. Naar beneden. Ja. Ik ga die Diamond Helmet nog niet verspillen hoor. Ik ga hem eerst even enchanten zometeen. Als ze de enchanting hebben. Kees, hier beneden nog. Hier. Is ook wel wat. Volgens mij komen we allebei bovenuit. Ja. Misschien hier nog wat of. Man, deze cave is tricky as fuck, man. Moet ik het andere nemen? Oh, ik heb al. Oh! Glowstone, een steek glowstone en een golden apple gevonden. En een helmet met protection 2 en Aqua Infinity 4. Dus mine the fucking snow onder water in ieder geval. En wat gevonden daar? Ja, S of water, neem ik mee. Dan naar het binden. Oké. Laten we weer omhoog gaan. Er is daar toch iets? Waar ben ik? Nee, dat is dat waar we geweest zijn. Continu komt het daaruit, dus volgens mij is dat alleen een hint van oké. Daar is wat, want het komt overal dezelfde weg uit ofzo. Dat weet ik niet hoe dat kan. Ik heb nog een bucket. Twee buckets, lekker dan. Ja, ik ga de melk drinken. Ik wil ook melk met koekjes. Oh boy, he needs some milk. Ah. Kees, je bent een lul.
Ik heb er tenminste eentje. Nee, ik ook. Laat me zien. Gewoon voor de camera. Gewoon, huppakee. Ja, mocht laat je me willen. Zien. Fuck off. Op YouTube. Dat is echt niet. Kan iedereen zien hoe klein dat is. Kijk, Kees. Ah, sorry, ik zag de grap. Nee, jij wel, maar ik niet. Oh. Oh. Kees, ga jij maar dansen met de skeleton? Nee, dank u. Ik zag een zombie, maar ik had jeuk aan mijn neus. Er zit nou zo, fuck you. Ik heb pixels. Nee. Fuck de buren. Ja, fuck de buren. Wij hebben pixels in ieder geval. Dus. Fuck dat. Ik ga naar. Ik kon er ook nog. Set spawnpoint. Jawel. Oh, hier we kunnen hier nog omhoog. Ah ja. Ik ben de verkeerde kant op gegaan. Oh boy. Een chest. Golden apple. Wat brood. Arrows. Water essence. 3 glass bottles. Kees, die kan jij nog goed gebruiken. Blijkbaar. Een knockback 1 smite 4 zwaard. En nog een silk touch pickaxe. De golden sword. Die kunnen we nog even tegen undead personen gebruiken. Dus. I'm sorry. I had to add some because of how fun it will be to fail the call in. Oh, je bent daar al? Ja. Nou, volgens mij bedoelde hij daarmee deze muur, maar... Kees! Kom eens even... Kom even terug. Oh, je bent daar al. Wat? Oké. Oh, hij heeft een hele mineshaft nagebouwd. Oh, gaan we weer. Oké, Kees. Oh, wacht even. Voor mij had ik nog die water essence zit in de chest. Oké, Kees, wacht even voor mij. Wacht even. Oh. Want... Oh. Wat? Time to look up. Wat? Oh, volgens mij moeten we en naar beneden en omhoog en links, rechts, alles. Volgens mij, en zij heeft die... Wat is? Hij dacht van, oh, ik ga even hier een gezellige mineshaft naar. Ah, hier. Wat? Chest. Nog een chest. Ja. Oké, wat is het daarin? Ah, alleen maar binden. Oké. Okay. Sword, pickaxe, stone. Kees, kom even naar beneden, want ik moet even. We moeten even wat doen. We spelen daadwerkelijk een verhaal. Ja. Maar. Het is het einde van de aflevering. Oh, nu al. Ja. Dus jongens, dat betekent dat deze dungeon 2. Oké, meestal deden we over echt 12 uur. Echt een uur durende missie. Gewoon een half uurtje over. En deze missie doen we gewoon te lang over. Gewoon te lang. En die komen we hier weer uit. Dus, maar, oké, Kees, even aan het begin komen. Oh, ik zie je daar lopen. Ja, oh god. Hoi. Ah, daar is het. Dus, jongens. We willen dan bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vonden jullie het leuk? Doe een blad even omhoog. Wil je meer? Abonneer de like voor meer. Ik wil de volgende keer. En in de volgende aflevering gaan wij de water... Godverdomme, Kees. Kijk eens hier. Cool. Niks. Alsjeblieft. Kees. Dus jongens, in de volgende aflevering gaan wij de waterdungeon gewoon verslaan. Huppakee. Die terroristor plaatsen. Het wolblok plaatsen. En dan hopen naar de stad weer terug te gaan. Dus, ik zie jullie met Kees. Later. Later.